Hallo allemaal, vandaag is het Koninkrijkdag. Koninkrijk, wat gaan we daar dan weer betekenen? Nou, ik zat te denken, als je dan aan een koninkrijk denkt, dan denk je gelijk weer aan sprookjes. Dan heb je het over een koninkrijk met een koning, met een kasteel en een prinses. Nou hebben we in het verleden al wel een kasteel getekend, maar een sprookjeskasteel. Laten we dat eens tekenen, weet je, met torentjes en vlaggen erop en... Ja, laten we dat eens tekenen. Een sprookjeskasteel. Teken je weer mee? Ja, een sprookjeskasteel. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, het staat meestal dan op een berg. Dus laten we die eerste zeven tekenen. Die hebben we natuurlijk van de week ook al getekend, een berg. Zo. Rotsachtig geheel. Zo. Laten we beginnen met eerst een toren. Een deel van een toren. Zo. En dan maken we een sprookjeskasteel ervan. Zo. En dan gaan we daar weer verder. Nog een laag bovenop doen. Zo. Weer van zulke ramen erin. Zo. Nou, hier mooi een dakje op zo. Een punt. Dan hier al een vaandel aan doen. Zo. Vervolgens zetten we hier ook een torentje langs. Zo. Maak wat dakpannen op. Torentje. En daar kunnen we ook die vaandel aan doen. Zo. Met de raampjes erin. Zo. Hier ook ramen. Dak.
ook weer die dakpannetjes tekenen. En hier ook. Hier kunnen we weer wat steentjes doen. Zoals we bij die gevelhuisjes hadden gedaan. Hè. Kan hier trouwens bij deze toren ook. Ik krijg een beetje het idee dat hij ook echt rondloopt. Ook weer een torentje met weer een vaandel eraan. En hier misschien nog een poort met een ingang. Ook met twee torentjes. Zo. Nog twee raampjes. Hier een dak op. Zo, het lijkt meer een stad dan een kasteel op het moment, maar... Ook nog een toren, zo, met ook weer een vaandel eraan. Zo, en aan die toren zit dan weer een torentje. Zo. En dat maakt het dus wel dat het dan een kasteel wordt. Er zijn meerdere torens met vaandels. Die maken het tot een sprookjeskasteel. Hier ook nog een toren tekenen. Aan de zijkant ook weer een torentje.
raampje erin. Ik ga hier nu al buiten het velletje, zie ik. Zo krijgen we al een heel sprookjeskasteel. Ik zou zeggen, ga zelf ook aan de slag met een sprookjeskasteel. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.